Ja, mama. Hallo. Kan je alsjeblieft mijn haar nat tekenen? Ja, zeker. Hoe was je dag vandaag? Goed. Wel, Assie. Ga je straks je huiswerk maken? Ja. Oké. Dag, dag. Dag, mama. Ah, hi. Hoe gaat het? Goed. Hoe was je dag op school? Goed. Dia heeft een berichtje gestuurd op Smart School. Ah, ik zal een keer kijken. Hè. Ah ja, ik heb een berichtje gekregen. Ja. Mag ik buiten spelen? Ja, maar waarom ben je nog thuis? Hè? Ja, mama. Tot straks. Hallo. Hallo. Papa, wil je mijn turnzak en mijn zwemzak nemen? Ja. Dat is je zwemzak. Je turnzak en dat is je zwemzak. Dank u. Salut, ja. Veel succes. Dank u. Dag mama. Hallo. Wat er met je zo bij? Jazeker, met de maatjes bij. Maar waarom geen chocoladekoek? Chocoladekoeken mogen niet op school. Morgen krijg je een koek mee. Ah, oké. Okay. Hier je drinkfles. Maar waarom geen cola? Cola is te ongezond. Ah, oké. Okay. Tada! Okay. Dag! Hallo mama, ik vertrek naar school. Oei, maar zo ga jij niet vertrekken. Je pull is omgekeerd en je veters zijn los. Ga maar weer naar boven. Ah, oké. Okay. Tot straks. Dag mama, dag papa. Hallo. Hey, ik heb een vraagje. Zou ik godsdienst mogen doen? Want we hebben dat vandaag gekregen bij meester Christ. Maar we geloven toch in Allah? Maar iedereen mag toch geloven wat hij zelf wil? Wat zouden we doen? Ze mag doen wat ze leuk vindt, dus. Oké. Okay, je mag het doen. Dankjewel. Mief doet zijn ronde, het is nog erg vroeg. De zon komt nog maar net te voorschijnen. Papa, kan je me alsjeblieft Turks leren tot 5? Beer, ik geef u de vis. Dat betekent 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Die heeft mijn mama een berichtje gestuurd via smartphone omdat ze een klein probleempje heeft. Ja, ga kijken. Ik zie het goed dat je mama een berichtje heeft gestuurd. Oké. Okay.